Nou, ik heb eigenlijk best veel meer sport. Ik hou van voetbal. Dus PSV. Ik heb zelf ook gevoetbald tot mijn 50ste. Maar als ik eerlijk moet zijn, ja, gevoetbald dan tussen haakjes. Ik was beter in de derde helft. Ja, volgens mij is sport en muziek zijn de verbindende factoren in onze samenleving. En er zijn heel veel sportlieden die van muziek houden. En andersom ook. Er zijn ook voetballers die plaatjes maken. Al is ook al dikwijls niet aan te horen. Want ik hoor dat René en Willy van de Kerkhof, die zijn aanwezig, hè? Nou, dan zal ik iets laten horen. Dit zijn Willy en René van de Kerkhof. Zijn twee carnavalsplaten. Ja, je mag het eigenlijk geen muziek noemen. Het is eigenlijk... Nou, ik zal het laten horen. Ik zal de B-kant laten horen. Een supporter mag niet huilen. Een supporter mag niet huilen. Ook al is dat nog. Genoeg. Nou, dit is eigenlijk geen muziek. En een supporter mag niet huilen. Maar van dit ga je echt spontaan huilen. Maar van het lachen. Nee, ik zie ze liever... voetballen dan zingen. Maar één keer in de twee jaar dan is er altijd een EK of een WK. En dan staan we met z'n allen weer achter Oranje. En het ultieme lid natuurlijk is van André Hazes. Het is ook uiteraard nostalgie. En dan denk je weer terug aan 1988. En de katers daarna. Maar dat waren goede katers. Buren. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpuntje. Ja. Dan heb je uiteraard het wielrennen. De ultieme wielerplaat is eigenlijk in 2012 opgenomen. Op de werkplaats van Hubert van Hooydonk. Een mechanieker. En dat is opgenomen in de hoofdstad. In de wielerhoofdstad Sint-Willebrand. En zelfs de man die 2 maal de Alpe d'Huez won, Peter Winnen, heeft teksten voor deze geschreven en zingt ook zelf mee. Kalm aan, jongen, kalm aan. Doseren, observeren, recupereren. En vooral niet demareren. Wachten moet ik, wachten, wachten. Op het moment suprême. Ik ben de eeuwige belofte op de Col de Madeleine. Wat ik zelf ook heel goed vind en die ook genoemd is naar een wielrenner, Werner Blautzoen. Dat is een onbekende Deense wielrenner en dat is eigenlijk ook nog hele goede muziek. Dit nummer werd ook gebruikt bij de NOS bij de laatste winterspelen in Sochi. Je hebt ook nog boksingels. Een van de mooiste boxsingles is uiteraard Bob Dylan over Reuben Hurricane Carter. Bob Dylan schreef dit lied om hem vrij te krijgen, omdat hij onschuldig eigenlijk in de gevangenis zat. En hij is pas in 1985 is hij daadwerkelijk vrijgekomen. Dit is echt een klassieker, ja. Die staat jarenlang in de top 100 van de... Van top 2000. De enige sport eigenlijk met een eigen muziekstijl is surfen. De surfrock die bestond is ontstaan in de begin jaren 60 met Dick Dale. Maar de bekendste zijn dan eigenlijk nog de Beach Boys uiteraard. Die heel veel surfhits hebben gehad in de begin jaren 60. Surfrock is de enigste muzieksoort of muziekstijl die is ontstaan vanuit de sport.